Ben jij geïnteresseerd in ondernemen en is je toekomstdroom je eigen bedrijf beginnen of een carrière als manager in de retailbranche? Maak dan nu kennis met de opleiding Ondernemerschap en Retail Management. De opleiding waarbij we werken aan jouw toekomst als ondernemer of retail manager. Tijdens de opleiding ORM leren we je de facetten van het ondernemerschap. Je leert kritisch naar bedrijven kijken en de markt analyseren door grondig onderzoek te doen. In 4 jaar tijd bereiden we je voor op een toekomst als ondernemer of retail manager. Deze presentatie is bestemd voor een ieder die zich aan het oriënteren is. Of je nu dit jaar of volgend jaar een keuze gaat maken, of je nog twijfelt tussen 2 opleidingen, of misschien nog totaal niet weet waar je voor moet kiezen. In deze presentatie wil ik je graag nader kennis laten maken met onze opleiding. Deze bestaat namelijk uit 2 varianten. 1. De 4-jarige ORM Bachelor variant, waarbij je afsluit met een bachelor diploma. En de tweede variant is onze 2-jarige praktijkgerichte ORM AD variant, waarbij je afsluit met een Associate Degree diploma. Dit zit qua niveau tussen het MBO en een HBO Bachelor diploma in. Ten eerste, supergoed dat je dit filmpje bekijkt. En ook alvast gefeliciteerd. Uit cijfers blijkt namelijk dat studenten die zich goed oriënteren een vele hogere slagingskans hebben voor hun opleiding. Goed dus dat je in je vrije tijd ervoor kiest om je grondig te oriënteren. Ons doel is dat jij uiteindelijk de juiste keuze maakt voor een studie die echt bij jou en jouw toekomst past. De onderwerpen die we hier bespreken zijn als volgt. We gaan het hebben over de opleiding ondernemerschap en retail management in het kort. Ook gaan we het hebben over wat je later kan worden met de opleiding. Hoe ziet het eerste jaar eruit? En een korte blik door de overige jaren. Mocht je aan het eind van de presentatie nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Kijk hiervoor op de website. Vergeet je daarnaast ook niet aan te melden voor onze social media pagina's. Gedurende het eerste jaar staan er 2 beroepsrollen centraal. Namelijk de ondernemende manager en junior consultant. Om deze beroepen heen hebben we verschillende vakken, tentamens en 2 groepsprojecten, namelijk het schrijven van een businessplan voor een fictief op te zetten bedrijf en een adviesplan voor het echte bedrijf. We hebben een gezamenlijke propedeuse met de opleiding commerciële economie. Dat maakt dat je na het eerste jaar nog kunt switchen tussen deze opleidingen. Vanaf het 2e studiejaar richten we ons specifiek op retail en ondernemerschap. Het 2e jaar van de studie bestaat uit 1/2 jaar met colleges, toetsen, individuele en groepsprojecten waarbij de beroepsrollen storemanager en ondernemer centraal staan. Na dit 1/2 jaar ga je 1/2 jaar stage lopen of afstuderen op AD-niveau. Je zoekt zelf je stageplaats in binnen- of buitenland. Uiteraard krijg je begeleiding bij het zoeken van een geschikte stageplaats. Schrijf je je in voor een AD-studie? Dan kan je na het afstuderen op AD-niveau gaan werken in bijvoorbeeld een van de beroepen die we in de volgende sheet aan bod laten komen. Vanaf jaar 2 kunnen studenten solliciteren voor de Talent Academy. Dit is een programma voor studenten die zich extra willen ontwikkelen en extra uitdaging zoeken gedurende hun studietijd. Het 3e studiejaar staat in het teken van ondernemen. Dit doen we binnen het Ondernemerslab. Tijdens dit extreem praktijkgerichte studiejaar vorm je met 4 andere studenten een echte onderneming. Dit jaar wordt als studenten vaak bestempeld als het mooiste jaar van de opleiding. In dit jaar kun je door middel van keuzevakken en je product of dienst meer het accent leggen op ondernemerschap of op retail. In het laatste jaar van de bacheloropleiding start je met je minor van 1/2 studiejaar. Een keuzemodule bij een andere opleiding om jezelf te verbreden, onderscheiden of te specialiseren. Ook je minor kun je indien gewenst in het buitenland volgen. Het laatste 1/2 jaar van de studie wordt de meesterproef genoemd. Hierin laat je zien dat je alle kennis en vaardigheden van de afgelopen jaren kunt toepassen in een strategisch plan. Indien je een eigen onderneming wilt starten, een bedrijf over wilt nemen of al een eigen bedrijf runt naast je opleiding, heb je ook de mogelijkheid om een ondernemingsplan te schrijven voor je eigen of over te nemen bedrijf. En ook hier heb je de mogelijkheid om in het buitenland af te studeren. Je staat nu voor je studiekeuze, een belangrijk moment voor je toekomst. Met de gekozen opleiding leg je een basis voor je toekomstige baan. Je ziet hier 2 rijtjes met beroepen die je zou kunnen uitoefenen na je studie. We hebben een onderscheid gemaakt tussen de AD, oftewel Associate Degree, en de bacheloropleiding. Het belangrijkste verschil zit hem in het niveau van de functies. Bij de AD ben je heel praktisch bezig en zijn het met name tactisch-operationeel gerelateerde functies. Voor bachelor geldt dat je, zeker op termijn, meer op strategisch niveau werkt en is het werk daardoor wat complexer.
Na een tweejarige AD-opleiding kan je bijvoorbeeld in een retailwinkel aan de slag als afdelingsmanager of assistent storemanager. Na de vierjarige opleiding kan je denken aan storemanager of bedrijfsleider. Uiteraard laten we je tijdens de studie al kennis maken met deze beroepen. Dit doen we door ieder semester een mogelijk beroep dat je later kunt gaan uitoefenen centraal te stellen. Je krijgt vakken die voor dat beroep relevant zijn. Je project is het schrijven van een plan dat voor het betreffende beroep ook vaak geschreven zal moeten worden. Dit alles met als doel om je te helpen met het bepalen van je carrière-richting. We hebben een gezamenlijke propedeuse met de opleiding Commerciële Economie. Dat betekent dat je de vrijheid hebt om aan het eind van het eerste jaar nog te switchen tussen de opleidingen Commerciële Economie met de verschillende varianten en Ondernemerschap en Retail Management, zonder dat je ook maar iets van studievertraging oploopt. Je kunt dus in jaar 2 doorstromen naar de hoofdfase van Ondernemerschap en Retail Management of van Commerciële Economie. De propedeuse is opgebouwd uit 2 semesters, namelijk de ondernemende manager, de eerste 20 weken, en de junior consultant, de tweede 20 weken. Binnen deze semesters hebben we 2 blokken van 10 weken, waarvan 8 weken lessen worden aangeboden en er aan projecten wordt gewerkt. De laatste 2 weken zijn toetsweken, oftewel de 8-2-structuur. Bachelorstudenten studeren verder in studiejaar 3, waar ze een jaar lang een echte onderneming gaan runnen in het ondernemerslab met 5 studenten. Afhankelijk van de keuze voor je product of dienst kun je meer nadruk leggen op ondernemerschap, hierbij hoort het bedenken en ontwikkelen van een eigen product of dienst, of op retail, een handelsonderneming waarbij een product wordt ingekocht en wordt verkocht. Je start een onderneming met alle facetten die daarbij horen. Iedere ondernemer heeft zijn eigen functie, taken en verantwoordelijkheden binnen de onderneming, zoals directeur, inkoper, verkoper, marketeer of financial manager. Naast een groot deel ondernemen in de praktijk maken ook lessen, rapporten en toetsen onderdeel uit van dit studiejaar. Je ziet hier een selectie van vakken die in het eerste jaar worden aangeboden en de 2 projecten van de propedeuse. Verschillende vormen van marketing, sales, marktonderzoek, maar ook consumentengedrag. Uiteraard hebben we nog veel meer vakken in het eerste jaar. We maken daarbij veelal gebruik van klassikale lessen. Het eerste jaar ga je 2 grotere projecten doorlopen. 1 project waarbij je een businessplan schrijft voor een innovatief nieuw idee voor een bestaand bedrijf. En de tweede helft van het jaar ga je voor een bestaand bedrijf een probleem onderzoeken en advies uitbrengen. Wat is er belangrijk voor jouw eerste jaar? Het proces van jouw studiekeuzecheck. Je meldt je aan via StudieLink en ontvangt vervolgens een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Daarna word je uitgenodigd om een dagdeel hier in school te komen. Tijdens dat dagdeel vertelt een ouderejaarsstudent wat meer over de opleiding en het eerste jaar. Vervolgens maak je een test rekenvaardigheid en taalvaardigheid en de dag wordt afgesloten met een individueel gesprek met een docent, waarin je je studieadvies ontvangt. Positief of negatief? Een student die zich uiterlijk 1 mei aanmeldt, is hoe dan ook toelaatbaar. Een student die zich na deze datum aanmeldt, kan nog steeds een negatief advies krijgen. Er wordt gekeken naar de uitslagen van de toetsen, oriëntatie, reflectie en verwachtingen. Als overal de indruk aanwezig is dat de student niet bij de opleiding past, kan een negatief advies gegeven worden. Er wordt niet meer gewerkt met A, B, C en D advies. Als je er na een aantal weken of maanden achterkomt dat het toch niet de juiste keuze is geweest, heeft Fontys een vangnet bij verkeerde studiekeuze. Je kunt daarbij nog overstappen naar verschillende opleidingen binnen Fontys. Je doet daar een intake waaruit volgt welke studieonderdelen je wel en niet moet doen bij je nieuwe opleiding, afhankelijk van wat je al gedaan hebt bij je eerste opleiding en wanneer je precies begint. Tot 1 februari kunnen studenten switchen onder begeleiding, maar wel met extra inhaalwerk. De student heeft 52 studiepunten nodig om door te mogen naar het tweede leerjaar. Zoals al gezegd is het eerste jaar dus gezamenlijk met de opleiding Commerciële Economie en heb je dus de ruimte om na het eerste jaar nog te kiezen, zonder studievertraging. We hebben 2 filmpjes van alumni, oftewel afgestudeerde studenten. Ten eerste Luc Bachus. Luc heeft destijds de tak retail gekozen en is nu retail manager bij outlet stores Scotch & Soda. Ook hebben we een filmpje van Rick de Kroon. Rick heeft destijds de tak ondernemerschap gekozen en heeft nu zijn eigen beveiligingsbedrijf voor evenementen. Deze filmpjes staan op onze website en zeker het bekijken even waard.
Zij geven aan hoe ze de opleiding ervaren hebben en wat het hen heeft gebracht. Wil je je verder verdiepen in de opleiding? Kijk bijvoorbeeld even op de website voor meer informatie en vraag naar de mogelijkheden voor eventuele digitale meeloopdagen om nog meer sfeer te proeven en om vast te stellen of de studie past bij jouw verwachtingen. Ook kan je via WhatsApp in gesprek komen met docenten of studenten. Mocht je een goed gevoel hebben over onze opleiding, volg ons dan op Facebook of Instagram, zodat je dit jaar al een idee krijgt van de activiteiten die er allemaal plaatsvinden binnen onze opleiding. We wensen je heel veel succes bij je studiekeuze.